Aloha, tarotonthulling en bijna kerst, 3, 2, 1. Vandaag heb ik voor de Golden Wheel Tarot gekozen. We gaan kijken hoe de wiel gaat draaien voor de laatste week. Nou, laatste. Ene laatste week van december, richting het nieuwe jaar. Dus als je een keuze hebt gemaakt, ik geloof in mijn kaarten. Ik geloof als je mij tegenkomt, als je deze reading ziet, kijkt, is die voor jou. Dus ik ga ervan uit dat ik een mooie, mooie boodschap aan jou mag meegeven voor kerst en voor de aankomende nieuwjaar. En dan gaan we nog heel snel even over het steenbokseizoen hebben. Want daar zijn wij aanbeland, steenbok. Hun weten echt, en ik hoop dat je dat ook allemaal voor elkaar krijgt, dat je je geïnspireerd raakt. Ik vind het ook prachtig dat het steenbokseizoen is rondom kerst. Want mensen, sterrenbeeld, steenbok, dat zijn wel mensen die meestal hun doelen behalen. Maar ze zijn ook heel goed in lange termijn doelen neer te zetten en daarvoor te gaan. Hè? Heel nuchter, heel aards, best gegrond en verantwoordelijk. Dus doe met ze mee. Gebruik de energie van de steenbok. Neem het mee in deze kerst, Christmas spirit, zeg ik maar. Wees heel lief, wees heel attent. Dat is ook de steenbok. Die kan met verschillende mensen opschieten, verschillende culturen. In ieder geval, die vinden het leuk om ook anderen te helpen. Dus neem die spirit van de steenbok mee en geloof me, hun behalen hun doelen. Meestal vooral ze in het licht staan. Ze weten donders goed wanneer iemand afleidt, verleidt. Hè? Want daar is, ik geloof dat hun daar ervaringsdeskundigen in het zien wat mensen niet echt in werkelijkheid naar buiten brengen. Daar geloof ik echt in. Daar zijn ze intuïtief heel sterk in. Dus neem het allemaal mee. Neem de steenbok energie aan tafel met kerst. Hè? Want de maan is in de maan. Dus dan kun je je tafelschikking heel leuk doen en ervoor te gaan. Wat heel leuk is, de onderste kaart is de koningin van pentakels. Dat zijn wij allemaal volgend jaar. Kijk, de steenbok is ook gewoon hier. Het is een aarde tekenkaart. Dus de steenbok, de stier en de maagd. Maar ik vind het vooral leuk dat we in het steenbokseizoen zitten. En het komt eruit. Dus ik wens jou in het nieuwe jaar, aankomende jaar, mis je zeker bezig bent met de healing en je bent opgestaan. Je bent met mensen, ja, met jezelf bezig, laten we zeggen, en ook met anderen helpen. Dat is ook de steenbok. Dan wil ik jou vertellen dat luxe en materiële is allemaal toegewenst voor jou. Of je komt het allemaal tegen dat je er genoeg van materie hebt, genoeg liefde om je heen. Dit is een zakenvrouw of een zakenman, een goede vader of een goede moeder. Hè? Die het heel leuk vindt om thuis leuk te maken. Die heerlijk vindt om samen met mensen mooi te maken. Die heeft ook misschien een tuin. Hè? Deze persoon, het kan ook dat je zo'n persoon gaat ontmoeten. Dat betekent niet dat het een aardeteken is. Maar ik geloof dat alle mensen alle elementen hebben in hun horoscooptekening. Dus het zou best wel kunnen dat je zo iemand mag tegenkomen, ook volgend jaar. En die heeft een heel warm huis, hij of zij. Dus wanneer je ooit wordt uitgenodigd in het nieuwe jaar, of ik heb het over jou, het is allemaal onderweg. Ik heb geen tijdsbesef, I know. Maar als je gaat geloven, dan komt het sneller. Dus dat wil ik je meegeven, ja? Heel mooi. Die hecht echt waarde aan het gezin, aan de mooie mensen, aan vriendschap. Allemaal hier. Allemaal, allemaal hier. Gaan we voor de tarotkaarten? Ja, gaan we voor de tarotkaarten. Ik heb bekers 2 hier. Als nummers 1. Hè? Als je voor 1 hebt gekozen, bekers 2. De meeste mensen kennen deze kaart. Het is echt een liefdevolle kaart, een goede samenwerking, een fijne relatie. Maar op dit moment heb jij een conflict met iemand waar jij heel veel van houdt. En daarom komt deze kaart uit. Nou, kerst komt eraan. Sorry zeggen is gratis. Geloof me, de volgende ochtend leef je nog. Hè? Toegeven is fantastisch, is heel krachtig. Dat geeft ook een boost als je dat doet. Maar weet dat je een innerlijke conflict, dat kan ook dat je een innerlijke conflict hebt met jezelf, tussen verstand en gevoel, en je komt daar niet zo goed uit. Als je in een relatie zit, wil ik je adviseren om een derde persoon bij te doen. Een bemiddelaar, een therapeut. Want de liefde is hier. Hè? Dus als je voor 1 hebt gekozen, er is liefde, alleen maar iets zit ertussen. Er is een conflict en dat moet eruit. En dat betekent ook wel misschien, zoals ik al zeg, ik merk dat veel mensen in een relatie
niet vreemd zijn aan het gaan, maar die hebben andere ontmoetingen. Want je bent gegroeid en heel vaak twee mensen samen kunnen ook een andere kant opgroeien. En dan komt er een conflict, hoeveel je ook van elkaar houdt. Een goede vader, een goede moeder, maar op is op. En soms is houden van niet altijd genoeg, hè? Dat brengt een sleur. Dus als je voor één hebt gekozen, adviseer ik je. Het mag ook familieleden zijn, hè? Dat je dat met moeder, zoon, weet ik veel, nicht, collega's, vriendenkring. Er is een conflict, ondanks heel veel liefde en dat moet uitgesproken worden. Ik hoop dat jij krachtig genoeg bent om degene te zijn die dan als dit voert. Hè, jij kijkt naar mij, ik zeg niet dat jij verantwoordelijk bent. Maar desnoods, hè, vergevenis schenken. Ho'oponopono is echt de week voor mij. Ik bedoel, dus mijn onderwerp voor heel deze week. Ik hoop dat jullie dat ook allemaal doen rondom kerst. Zijn prachtig vier hele mooie zinnen die de ziel, de geest en het lichaam reinigen. Ga er meer over lezen als je dit voelt en begin dan opnieuw. En zorg dat dit conflict weggaat tussen twee mensen waar je heel veel van houdt. Dus niet nodig. En als jij in de zakelijke wereld zit, is een goede partner als je een vraag hebt. Is een goede samenwerking. Hè? Dat voel je misschien ook. Dan wil je wel nog toch voor de bevestiging zekerheid. Een samenwerking komt heel goed. Alleen maar zorg dat je geen conflict krijgt tijdens het samenwerken. Ja? En zowel een derde persoon erbij voor advies. Voor sommigen is dit gewoon een zuivere liefde. Heerlijk. Ja, er zijn drie duidingen hier. Jij weet waar je staat. Dan hebben we over, hè, in een relatie conflict, familieleden conflict of collega's of vrienden. En dan hebben we ook nog een probleem in het zakelijke iets. Dat kan je allemaal uithalen. Dan maakt het er vier. En de zuivere liefde is hier. Ja, die is gewoon hier. Dus kijk even. En wees zelf heel zuiver en waar. Oké? In de liefde. Je realiseert dat je heel veel van diegene houdt. Hè? Dat zeg ik. Je realiseert. Maar die verstoring. Hè? Zo kunnen we het doen. Die verstoring moet eruit. En dat is niet zo altijd. Is niet fijn. Met het kerstsfeer, hè? Met het sfeer, dat voelt, dan komt het aan. Hè? Ik denk dat dat het is. Dat je misschien daarvoor, een week daarvoor, dacht van, ja, laat maar, ik hou wel van die persoon. Die conflict, het is wel goed zo. Of, komt wel, maar nu komt die Christmas spirit en dan het raakt je hart. En dan denk je erover na. Ik vind het leuk om te zien dat je heel veel van degene houdt waar je een conflict mee hebt. En ik zou je adviseren om een persoon erbij te halen of toe te geven of je excuses aan te bieden. Want er is genoeg liefde hier. Er is genoeg liefde. Yes? Kijk hoe mooi je plaatje. Zo gaat de wiel voor jou draaien. Nummers 1. Vooral als je dan de stuur overneemt en gewoon actie gaat ondernemen. Ja? Niet te lang in het gevoel zitten. Verstoring is niet handig rondom kerst. Vooral van degene waar je van houdt. 2, 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
ik jou zitten dan daar. De top bereikt. Innerlijk geluk. Voelen dat je het kan. Voelen dat je hè, je innerlijke wijsheid en dat het goed zit. En magie ontstaat wanneer je het gaat doen, hè, vind ik altijd. En ik denk dat je dingen hebt opgepakt. Kaartje nummer 5, mensen van kaart nummer 2. En dat voelt zo lekker. Dus je bent tevreden naar een pijnlijke betrek. Hè? Want als je beker zat, dan ga je naar 9. Dat is mijn kat. Ja, dan heb je dat ook gehoord. Die is ook aanwezig. Dus na een pijnlijke betrek, en ook niet meer achterom kijken dat wat niet nodig was. Of een plek geven dat wat achter je lag. Vergeven, erover praten, een plek geven. Niet meer oordelen, hoor ik ook in mijn hoofd. En dan worden je dromen wel een werkelijkheid, hoor. Dan heb je gewoon die droom op aarde gebracht. Je hebt heel veel bereikt. Ik vind het zo leuk. Je hebt heel veel bereikt met een grote glimlach. Of je kan nu glimlachen. Nu kan je heel trots op jezelf zijn. Ik voel het ook. Zo niet, dat is hoe de wiel voor jou gaat draaien. Als je daar nog niet bent, dat je denkt, je dromen worden een werkelijkheid op het moment dat je stappen gaat ondernemen. Dan kan je gaan lachen. Kijk, kan je daar zitten. Op de top. Mooi. Ja, je moest wel even dat pijnlijke iets ervaren. Maar pijn in je hart, dat opent je hart. Hè? Dat breekt open. Heel mooi. En ook nu wetend, want dat is eigenlijk het mooiste aan deze afronding. Aan die cirkel, is gewoon weten dat verandering een constante iets is hier op aarde.
Ik denk als jij die code hebt gekraakt van verandering is er elke dag. De flow zou altijd flow hoe het float. En je haalt hè, die controle, laat je los. En acceptatie maakt het nog leuker. Dan komt het wel hoor, compliment. Mijn compliment, je hebt hard gewerkt, nummer 2. Hard gewerkt. Volgens mij hebben mensen nog ineens doorgehad hoe diep je bent gegaan. Dat je echt van de put omhoog bent geklommen met touwen, trappen die je ook zelf hebt gemaakt. Mooi, 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 mooi. Weten gewoon dat verandering onmisbaar is, dan kom je tot vervulling. Het is een 9. En geen arrogantie. Dit is ook een kaart dat ik moet tegen een paar mensen zeggen. Oké, leuk voor je, maar wees tevreden in plaats van arrogant. Ook in je relatie, hè? In de liefde. En weet ook, liefde, ja, is vanzelfsprekend, maar nou ook niet altijd. Niet omdat je dan iemand binnen hebt gehaald of het zit al een tijdje zo. Of je bent al 9 maanden, zeggen. Of 9 jaar kan ook dat je dan, nee, altijd nog leuk blijven maken. Hè? Altijd je partner laten glimlachen en complimenteren. Vanzelfsprekend is wel leuk, maar het is geen offerij of zo. Ja, je moet altijd wel blijven tokkelen, een beetje versieren, een beetje vertellen wat zie je er goed uit en alles erop en eraan. Yes, 11-11 toen ik het zei. Hè? Dat is een portaal, dat is de troet-troet. Ja? En leuk dat je issues ook van de eerdere relaties hebt verwerkt. Dan mag het binnenkomen, weet je nog? De pentakelskoningin is hier en ook de koning. Ik zeg maar, man, vrouw, maakt niet uit. Die komt binnen voor jou. Die stabiel genoeg is mentaal, lichamelijk, financieel. Om dan samen met jou te voegen en dat goddelijke plan te gaan. Maar het heeft vooral te maken dat jij je passie op aarde hebt gebracht in je eentje. Kijk jou zitten daar. Drink 9 wijntjes, 9 flessen. Ga los. Neem een drankje. En echt waar, proost op dat wat je hebt bereikt. Al doe je dat in je eentje met de maan of met de zon of met een boom of met een vogel. Doe het. Ook in de liefde, want het is echt onderweg als je dan degene kon vergeven en dat allemaal hebt verwerkt. Gefeliciteerd nogmaals. Happy New Year, Happy New Year. Oké? Okay? Leuk. Nou, dat was het. En dan gaan we naar 3. Gaan we naar 3. Want geweldig is de Arcana. Kijk eens, 3. Warmte en succes. De zon is al bij de 1, bij de 2 en nu is hij bij de 3. Dus ook bij jou aangekomen als je 3 kiest. En misschien heb je hem 3 keer al gehad. Kan ook. Vrolijkheid. Weet je, net als een kindje. Je hebt de weg van ontwikkeling belopen, gelopen. Doorlopen. Je bent er doorheen gegaan. En nou gaat de zon voor jou stralen in het nieuwe jaar. Of het begint vandaag of gisteren. In ieder geval wanneer jij mij tegenkomt. Heel mooi, de weg van ontwikkeling gewoon bewandeld. En je durft jezelf te zijn. Je gaat niet meer doen alsof het niet pijn doet, alsof het niet leuk is. Je doet het niet meer. Je gaat niet meer doen alsof je altijd vrolijk of niks doet ertoe. Of het is niet erg, want mijn zus vroeger zei, daar heb ik zo'n hekel aan als mensen dat tegen me. Oh, dat valt mee, het is niet zo erg. Ik vind het wel erg. En jij kan dat nu ook toegeven. Prachtig. Gefeliciteerd. He? Gefeliciteerd. Niet meer doen alsof het niet erg is. Dus gewoon richt op precies wat je wilt in vrede. Heel mooi. Misschien heb je ook de tweede chakra ben je aan het mediteren geweest. Dat is een patroon van jezelf, een hardnekkige iets. Of je bent het gaan inzien of je bent het gaan accepteren. Want heel vaak zeggen we wel tegen elkaar wat veranderd moet worden. Maar je moet zelf de weg bewandelen om te zien waar iedereen het over heeft. Hè? Hier zat ook koppigheid in. En ik denk dat toen je die koppigheid wat meer een plek had gegeven, toen ben je gaan ontwikkelen en het ook gaan zien. Hè? Denkend, dat zit een stukje, ik wil niet zeggen een stukje stugheid voelde ik toen de tijd of afgesloten voor en nu open. En als je dan open gaat, net als een zonnetje, de enige wat je mag ontmoeten is warmte, succes en vrolijkheid, maar dan echt. Ja, dus blijf tweede chakra mediteren, dan behoud je die vrede. En blijf je ontwikkelen door te lezen, door erover te praten, door er ook je ervaring te vertellen. Jij moet ook meer vertellen wat binnen jou gebeurt. Dan wordt het allemaal zonnig waar jij bent en met wie je het bespreekt. Heel mooi. Heel mooi. En ja, en in de liefde voel je je geliefd. Door zowel familieleden, vrienden, mensen om je heen heb je gevoeld dat mensen van je houden. En nu misschien ben je ook meer van jezelf gaan leren houden. Voel je geliefd? Of
rondom deze periode of sowieso in de steenbok, kerst, nieuwjaar. Ik hoop dat je dat mag ervaren doordat je het ook toelaat. Hè? Om mensen jou te laten zien hoeveel ze van je houden. Dat je dat gewoon toelaat en krijgt dat gewoon door. Want het heeft te maken dat je heel vaak ook dingen niet hebt toegelaten. Afgesloten. Niet kunnen zien. Gewoon alsof het ook zintuigen werden afgesloten uit angst. En daardoor ook veel pijnlijke ervaringen moeten doen. Want in een cocoon, gesloten, niet zeggen. Het zijn echt de bovenste chakras die jij als drie had ooit afgesloten op een aparte manier om jezelf te beschermen. Maar als je afsluit voor angst, sluit je dan ook af voor liefde. En ik denk dat dat heel duidelijk is geworden. Ja, en dan gaat de zon stralen. Ja, je bent van jezelf gaan houden precies hoe je bent. Of je gaat dat doen. Dat is wat, hoe de wiel voor jou gaat draaien. Deze week nog ga ik vanuit. En anders begin van het jaar, in ieder geval in het steenbokseizoen, wens ik je echt. Yes, zon, vervulling en die conflict, zowel innerlijk of van diegene waar je van houdt, werkt niet. Dus ga van 3 naar 1. Zeg sorry, nodig mensen uit, wees heel lief. Voel dat je liefde bent, dan hoef je niet op zoek naar te gaan. En anders dan roep je de kerstengel op, Haniel, Joviel, alles wat roze, Raphaël, alles wat liefdevol voelt, wezens vanuit het licht. Als je denkt dat je alleen moet doneren, roep ze op, ga lekker aan tafel zitten en voel je voorouders en voel de engelen en voel de energetische voorouders, zeg ik altijd. Voel dat en voel dat je geliefd bent. Yes? En hou van jezelf. Je kan geen kant op. Pas wanneer je echt jezelf kan omarmen, accepteren. Het is zo. En tuurlijk moet je ook veranderen. Wanneer jij dat wilt, want je kan nooit een ander veranderen dan jezelf. Dan komt het goed met je. Dan ben je zelf de koning of de koningin van Pentakels. Yes, ik wens je een hele, hele mooie, fijne dagen met de mensen waar je van houdt. Ik wens je ware liefde, waarheid, rust, vrede en geloven dat je overvloed bent. Acceptatie om de mensen om je heen. Acceptatie wat op de wereld gebeurt. Wetend dat je een creator bent. En dat je dan dingen kan manifesteren. Als je dat heel goed snapt. Kijk naar mooie programma's. Programma's niet zeg ik, maar documentaires. Lees mooie boeken. Praat met mensen. Leer van anderen. Vertel anderen dat nieuws wat jij hebt weer geleerd. En just be love. Ja, steek kaarsen aan. En ga er doorheen. Yes, maar ik hou van jullie. En misschien tot volgend jaar. Of zie ik misschien jullie nog tussendoor. Nee, maandag is nog de 27e. Dan kom je mij weer tegen. Wees heel lief. Vrolijk kerstfeest toegewenst. Bye bye.